Oei! De inderhaast opgetrommelde brandweer kan alleen de schade nog maar proberen te beperken. De wagen, ook deze blijkt gevuld te zijn met vaten drugsafval, brandt helemaal uit. Er blijkt giftig zoutzuurgas vrij te komen, waardoor meer dan 10 gezinnen hals over kop hun huis uit moeten. Tot woede van de Eindhovense burgemeester. Ik weet ook niet wat voor idioten zoiets doen om zo'n wagen daar te parkeren en dan vlak tegen de gevel aan en hem dan in de brand steken. Dit zijn mensen die zijn niets ontziend en die hebben geen enkel flauw benul van het feit. Of misschien wel, dan is het nog erger wat ze hun medemensen hadden kunnen aandoen. Ja, mevrouw Rijn, dat is heel begrijpelijk dat niet alleen de burgemeester, maar ook de buurt eigenlijk woest was over wat er is gebeurd. Ja, bij het incident op zaterdag 6 oktober is er zwaar giftig drugsafval op straat gelekt. En overdag spelen daar op die Offenbachlaan dus ook gewoon kinderen. En bij de brand op zondagochtend 7 oktober, ongeveer 400 meter verder, zijn giftige gassen vrijgekomen. Ook dat brengt natuurlijk een enorm veiligheidsrisico mee met zich mee voor de bewoners. Om de veiligheid ook weer te kunnen garanderen, daar in straat hebben we ook een flink stuk grond moeten afgraven. En de medewerkers die daarbij betrokken waren, die roken de amfetaminelucht een week later nog in hun neus. En we zien dan ook dat het gewoon heel erg belangrijk is dat we samen opdraaien uiteindelijk voor de kosten die hiervoor gemaakt worden. Want de schoonmaakkosten die lopen nu al op naar enkele tienduizenden euro's. En iedereen draagt daar uiteraard uiteindelijk een steentje aan bij. Ja, ontzettend asociaal gedrag. We draaien daar allemaal voor op, voor die kosten. Wel heel erg opvallend. Twee dumpingen eigenlijk in dezelfde straat. Weten we al waarom? Nee, dat weten we niet. We zien helaas wel vaker dat er in Brabant drugs gedumpt wordt. Maar dat gebeurt dan vaker op afgelegen buitengebieden. En nu is het midden in een drukke woonwijk. En dat vinden we heel opvallend. En we hebben daarom ook het vermoeden dat de dader of daders de omgeving goed kennen. Belangrijkste eerste spoor naar de daders waren natuurlijk voor de politie die witte vrachtwagens. Lastige was dat daar vervalste kentekens op zaten. Rechercheurs hebben de afgelopen periode gekeken wat ze over die bussen te weten konden komen. En met succes. Ze blijken namelijk gewoon op bewakingsbeelden te staan. Op Urk. Op dinsdag 2 oktober, 4 dagen voordat de eerste vrachtwagen in Eindhoven wordt achtergelaten, arriveert daarbij een loods in Urk deze wagen. De loods gaat open. En de kleine vrachtwagen draait achteruit in, zo ver mogelijk uit het zicht van eventuele pottenkijkers. Na ongeveer 20 minuten zit het er blijkbaar op en vertrekt hij weer. 3 dagen later, vrijdagmiddag 5 oktober. Bij dezelfde loods in Urk arriveert opnieuw een kleine witte vrachtwagen. Let goed op de man met de opvallend roodroze jas. Zeer waarschijnlijk is dit dezelfde man die 2 dagen later, op zondag 7 oktober, rennend wordt gezien bij de brandende truck aan de Offenbachlaan in Eindhoven. De man loopt naar binnen en loodst ook deze vrachtwagen zo ver mogelijk uit het zicht. We zien ook nog een tweede man de loods ingaan. Nu volgt hetzelfde liedje. Buiten het zicht worden waarschijnlijk opnieuw de vaten met vermoedelijk drugsafval ingeladen. Na ongeveer een kwartiertje zijn ze klaar. Uiteindelijk zitten er 3 mannen in. Een paar minuten later is de kleine vrachtwagen weer terug. We zien opnieuw de man met de roodroze jas. Omdat de wagen nu iets minder diep is ingeparkeerd, zien we iets beter hoe er spullen worden overgeladen. En weg is hij. Ja, we zien dus niet wat er wordt overgeladen, maar echt grote kans dat het met drugs te maken had. Ja, want naar aanleiding van die brandende truck die we in Eindhoven hebben aangetroffen, hebben we op diezelfde dag meteen met een arrestatieteam een inval gedaan in een loods in Urk aan de Grient. Daar hebben we een grote hoeveelheid chemicaliën en hardware aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. We hebben daar toen geen aanhoudingen gedaan. Maar op de beelden hebben we gezien dat de wagens in Urk ook dezelfde wagens zijn die in Eindhoven zijn achtergelaten. En dat is best opmerkelijk. Daar is die link met Eindhoven en Urk hebben, terwijl dat toch niet echt naast elkaar ligt. Nee, inderdaad. Hemelsbreed ligt het zelfs 140 kilometer uit elkaar. En we hopen dat mensen vanavond iets meer kunnen vertellen over de mannen die op de beelden zijn te zien. Want na de brand in de bestelbus zou er volgens getuigen een groepje zijn weggerend van zo'n 4 à 5 personen. En daarbij zit een man met een rood-roze jas. En dat zou dezelfde man kunnen zijn die we ook zien op de beelden in Urk bij het inladen van spullen. En we hebben het vermoeden dat deze man mogelijk afkomstig is uit de Eindhovense wijk Gestel. En dat hij misschien wel woont aan de Offenbachlaan of in die directe omgeving.
En verder hebben we het idee dat een van de andere betrokkenen van Marokkaanse afkomst is, ongeveer 20 jaar en een bril draagt. Nou, hopelijk krijgt u vanavond tips over wie er op de beelden staan. Of zijn die mensen misschien gezien daar in de omgeving in Urk? Toch kan ik me best voorstellen dat als je iets weet in deze zaak, dat je dan toch wat huiverig bent om te vertellen dat je iemand kent die betrokken is bij drugshandel. Ja, en dat snappen we heel erg goed. Daarom is het ook echt mogelijk om anoniem te tippen of vertrouwelijk via het team Nationale Inlichtingen. Waar kunnen we verder nog bij helpen in deze zaak? Nou, we zijn heel erg benieuwd of er mensen zijn die zich kunnen herinneren dat die lekkende bestelbus op de parkeerplek is neergezet aan de Offenbachlaan en door wie dat dan gedaan is. En of er misschien ook mensen zijn die iets kunnen vertellen over het groepje dat is weggerend. Waaronder dus ook die man met die roodroze jas. En dat groepje is op die zondagochtend 7 oktober in de richting van de Karel de Grotelaan gerend. En dat is een vrij drukke doorgaande weg. Mogelijk is dat iemand opgevallen. En